Oké, welkom iedereen bij onze eerste publieke lezing van het Leuven Brein Instituut. Ik ben Anne van der Jeugd en ik ben de programmamanager en ik zal straks de vragen modereren. Dus als jullie vragen hebben, kunnen jullie altijd in de chat de vraag typen en we gaan straks in de mate van het mogelijke proberen op jullie vragen aan antwoorden. Dan is het nu een plezier het woord te geven aan de voorzitter van het Leuven Brein Instituut, professor Mathieu van den Bulke. Zo. Goedenavond, collega's. Welkom alle Leuven Brain Institute sympathisanten en welkom op dit eerste LBI-webinar. En vermits professor Keerse in Vlaanderen ongetwijfeld bekender is dan het Leuven Brain Institute, wil ik eerst twee woorden zeggen over het LBI. Het Leuven Brain Institute, of dus het LBI, is eigenlijk een recent opgericht instituut aan de KU Leuven en vertegenwoordigt de grote familie van brein- of hersenonderzoekers in Leuven. Meer dan 130 proffen zijn aangesloten en ongeveer 1400 jonge onderzoekers en medewerkers. Het LBI probeert eigenlijk de krachten te bundelen van verschillende disciplines, zoals artsen, psychologen, ingenieurs, biologen, filosofen enzovoort, om de werking van het brein te doorgronden en oplossingen te vinden voor de vele ziektes waar heel veel mensen in onze samenleving mee kampen. De LBI-gemeenschap kan eigenlijk ook alle steun gebruiken om mensen met Alzheimer, Parkinson of ook psychose, depressie en andere problemen in het hoofd een betere toekomst te geven. In het najaar zal ook onze website van het LBI volledig vernieuwd worden, waar de geïnteresseerden onder jullie zeker een kijkje kunnen en moeten nemen naar onze activiteiten. Zo, de lezing van vandaag is eigenlijk het eerste LBI-webinar voor een breed publiek. En we hebben niemand minder dan professor Manu Keerse van de KU Leuven bereid gevonden om te spreken over een onderwerp dat ons allen bezighoudt. Met name, hoe kan je eigenlijk goed leven met een kwetsbaar brein? Manu, inleiden is hetzelfde als vragen, zeg eens iets over het brein. Hoe begin je daar eigenlijk aan? Sommigen kennen Manu als een bekend expert in rouw, palliatieve zorg, patiëntenbegeleiding en zoveel meer. Anderen kennen hem van zijn boeken, nog anderen als hoogleraar aan de KU Leuven of gewezen kabinetchef of bestuurder. Maar ik ken Manu vooral als een ongelooflijk geëngageerd man die kwetsbare mensen echt vooruit wil helpen. Of het nu ouderen zijn, mensen met een geestelijke gezondheidsproblematiek of mensen met een beperking. En hij doet dat op 75-jarige leeftijd, nog altijd met een gedrevenheid die voor veel jonge mensen een voorbeeld kan zijn. Zo, praktisch gezien gaat Manu 50 minuten spreken, dan is er 10 minuten voor een aantal vragen. Ik stel voor dat u uw vragen in de chat stelt. Aan onze programmanager zal dat bijhouden en die wat gebundeld proberen voor te leggen op het einde van de lezing. Zo, geniet van de lezing en Manu, aan u het woord. Goedenavond, beste mensen. Goed leven met een beperking. We moeten ons realiseren dat mensen met een beperking 15% van de wereldbevolking uitmaken op dit moment. Dat is dus de grootste minderheid op aarde van alle minderheidsgroepen. En mensen met een chronische aandoening maken een steeds groter geheel van onze gezondheidszorg uit. Volgens de cijfers van het RISIF kent België op 5 miljoen werkende mensen 500.000 langdurig zieken. Dit is op zich een heel belangrijke doelgroep in onze samenleving. Maar goed voelen met een kwetsbaarheid en met een beperking is maar mogelijk als je niet alleen focust op de persoon met zijn beperking. Voor mij is reeds lang de slogan "de patiënt staat centraal" niet meer voldoende. Want dan vergeet je de familie en de achterban van die patiënt als je zegt "de patiënt staat centraal". Je moet evenwaardige aandacht geven, vaak aan de naasten. Want mensen zijn niet los verkrijgbaar in onze samenleving. Ze zijn meestal verbonden met hun partner, hun kinderen en hun ouders. En als zorgverstrekkers naast hun medische professie ook inzicht hebben in wat het leven is met een beperking en tijd maken om te verkennen wat mensen moeilijk valt, wat hen bang maakt, maar ook wat hen perspectief geeft. Als de samenleving
en de overheid mensen met een beperking meer en meer zouden gaan benaderen als volwaardige medeburgers, wiens stoel misschien wel op drijfstand staat, maar minder wegzakt als hij goed wordt ondersteund. Maar heel veel mensen weten niet gemakkelijk hoe daarmee om te gaan. Ik wil het even illustreren. Ik was op een symposium in Nederland en het ging over een symposium over mensen met allerlei cognitieve beperkingen. En men stelde, de inleider stelde aan de mensen de vraag, aan de zaal, met welke vragen in jullie hoofd zijn jullie hier naartoe gekomen? En de eerste vraag die werd gesteld was, ik werd met een bewoner met een niet aangeboren hersenaandoening die moeilijk tevreden te stellen is. En ik ben naar hier gekomen om er iets over te leren hoe die tevreden kan stellen. En de tweede vraag was, ik heb een cliënt die voortdurend probeert op de stoel van de therapeut te gaan zitten in plaats van op de stoel van de cliënt. En ik vind dat moeilijk. Ik wil daar iets over leren. En de derde vraag was, hoe help ik een man die in een ongeval een zwaar hersenletsel heeft opgelopen, man van 36 jaar, 3 kinderen, gehuwd, en is sinds kort in een voorziening is opgenomen, wat het thuis niet meer kon. Hoe help ik die man om te verwerken dat hij de rest van zijn leven met niet aangeboren hersenletsel zou moeten leven? En zo ging de vraag verder. Ik was de eerste spreker naar de inleider en ik heb toen gezegd, ik wil eerst aan de zaal eens 3 vragen stellen. Stel u voor dat je een ongeval doet en een ernstige hersenletsel oploopt die je voor beperkingen stelt. Wie van jullie zou daar tevreden mee zijn? Niemand in de zaal straks een hand op. Dus dit is iemand zoals jullie, waar je het moeilijk mee hebt. Tweede vraag. Als je morgen mocht kiezen tussen zitten op de stoel van de cliënt met een zware beperking op de stoel van de therapeut, welke stoel zou je kiezen? Heel de zaal koopt voor de stoel van de therapeut. Dus dat is ook iemand zoals jullie. Derde vraag. Stel u voor, je bent gehuwd, je hebt 3 kinderen, je hebt een ernstig hersenletsel opgelopen, je kan niet meer thuis wonen en je moet dit proberen te verwerken. Wie van jullie zou dit kunnen verwerken? Niemand stak zijn hand op. Heel die zaal zat vol met mensen die dus blijkbaar soortgelijke mensen waren als de persoon met die beperking. En eigenlijk wil ik vandaag bij jullie stilstaan bij hoe ga je nu om met mensen met een beperking. En wat ik in die voorbeelden duidelijk wil maken, is mensen, dat het telkens gaat om mensen die in hun leven geconfronteerd worden met een belangrijk verlies. Niet alleen de betrokkenen met die ziekte. Als de diagnose dementie bij iemand wordt gesteld en die gaat terug naar huis, de begindiagnose is gesteld, voordat die volledig in de zorg terechtkomt, loopt daar een heel traject. Ik kan je de vraag stellen, als je enkel en alleen die patiënt centraal stelt, het kan zijn dat die familie er helemaal onderdoor gegaan is in die tussentijd, omdat die familie misschien zwaar te lijden heeft. Onder die persoon die niet meer weet, dat hij vergeet, maar die familie zit er elke dag mee en moet er elke dag mee afrekenen. Ik wil met die voorbeelden duidelijk maken, het gaat hier telkens om een rouwproces en om een belangrijk verlies. Maar je hebt als betrokkenen, als familie, maar ook vaak als hulpverlener, weinig of niets geleerd over rouw en verlies. En over hoe dit adequaat kan overleven. En misschien valt je op, ik gebruik niet het woord hoe je dit kan verwerken, hoe je dit kan overleven. Want heel vaak zegt men, heb je dit nu nog niet verwerkt? Wat is dat? Dit verwerkt hebben. Mensen overleven zoiets, maar mensen verwerken zoiets niet. En we moeten beseffen dat het om een rouwproces gaat en meer weten over wat rouw dan inhoudt en hoe je daar adequaat mee kunt omgaan als betrokkenen, als familie, maar ook hoe je als hulpverlener daarbij kan helpen, is vaak een enorme noodzaak. Je helpt mensen zich meer normaal te voelen in de verdriet dat ze meemaken. Je kan hulpverleners helpen om een betere zorg te bieden. En je kan ook helpen om jezelf comfortabeler en competenter te voelen als hulpverlener in die situatie. Als ik het woordje rouw uitspreek, denken mensen spontaan aan het sterven
van een dierbare. En de meeste mensen verwachten dat het intense verdriet snel overgaat, dat je na enkele dagen, weken of soms maanden opnieuw ten volle van het leven kunt genieten. Je moet dit verwerken, denken de meeste mensen. En het woordje verwerken zet mensen vaak meteen vast. Je kan ook anders kijken naar een belangrijk tekort, een beperking, overleven. Hij kan ook rouwen zien als normaal gedrag van normale en evenwichtige mensen die in staat zijn tot liefde en die in staat zijn tot verbondenheid. Als je verbondenheid kan voelen met iemand, is het toch normaal dat je diep verdriet voelt als met die persoon iets gebeurt. En ik leg heel sterk de nadruk op normaal gedrag van normale en evenwichtige mensen. Want ik zie wekelijks mensen die antidepressiva voorgeschreven gekregen hebben om een groot verdriet te overleven en te boven te komen. Antidepressiva zijn zeer goede geneesmiddelen om een depressie te bestrijden. Maar een depressie is een psychiatrische stoornis. En het moeilijk hebben met het leven met een beperking is geen psychiatrische stoornis, maar is normaal gedrag van normale en evenwichtige mensen. Rouw is geen ziekte, maar een normale reactie. En het gaat veel breder dan de reactie na het sterven. Het is de reactie op elke vorm van verlies. Leven met een beperking is een verlieservaring. Een diagnose krijgen van een begin van dementie is een verlieservaring voor mensen. Een ernstig accident doen, waardoor je hersenen niet meer op de normale manier kunnen functioneren, is een belangrijke verlieservaring. En naast de rouw, die een gradueel verloop kent en geleidelijk aan weer een normaal leven mogelijk maakt, een rouw die overgaat, bestaat er zoiets als chronische rouw. Een chronische rouw die nooit overgaat. Dat is niet te verwarren met pathologische rouw, want het is normaal. En het is dus ook niet te verwarren met een depressie, want een depressie is een psychiatrische ziekte. Je wordt bij het leven met een beperking geconfronteerd met een levend verlies. Een verlies dat nooit overgaat. En het gaat niet om eenzelfde rouwverloop als bij een overlijden. Ook al zijn de emoties en de reacties die mensen meemaken volkomen gelijkaardig. En het helpt je als zorgverlener, maar ook als familielid, als betrokkenen, als vriend, helpt het je als je weet dat je te maken hebt met een levend verlies. En met een rouwproces, ook al is die anders in verloop dan het rouwproces na een overlijden. Een leven met een levend verlies heeft niets te maken met een oplossing vinden. Of met beëindiging. Maar met een verlies dat nooit afneemt. Met wonden die niet kunnen worden genezen. Het gaat om een verlies dat continu blijft en nooit overgaat. En een permanente oplossing verwachten is dan ook niet realistisch. Jaar na jaar leven met een beperking. En dus het verlies en over het vinden van evenwicht in je leven zonder volledig je greep te verliezen is een heel moeilijke opdracht voor mensen. En dat vraagt ook van zorgverstrekkers extra aandacht. Het gevaar is dat die mensen ten onrechte worden gezien als depressief of pathologisch rouwenden. Omdat ze hun verdriet meedragen dat een leven lang blijft bestaan. En er zijn periodische opstoten van intenser verdriet te verwachten. Beste mensen, die term chronische rouw heb ik voor het eerst in literatuur teruggevonden, beschreven door Olschansky, een kinderarts, in 1960. Om te verwijzen, en ik citeer hem, naar de normale, doordringende en diepe verdrietreacties van ouders na de diagnose van een beperking bij hun kind. En Olschansky schrijft, omdat het kind blijft leven, duurt de rouw ook voort. En worden de wonden van de ouders in de zorgverlening vaak niet meer opgemerkt. Het gaat hier duidelijk om een paradigmawissel, schrijft hij.
een totaal ander model van verloop. Het is opmerkelijk dat wat in 1960 in de literatuur wordt beschreven, dat dit in de praktijk van de zorgwereld niet is doorgedrongen en zelfs niet is opgemerkt. En ik moet heel eerlijk zijn, in mijn vorige boeken kwam het ook niet voor. Ik heb het ook pas na 40, 50 jaar actief zijn in de zorg, ben ik daar ook maar op gestoten en dat maar ontdekt. Chronische rouw is niet oplosbaar zolang de bron van het verlies blijft leven en blijft bestaan. Er is een grote discrepantie vaak tussen het kind dat je hebt gekregen en het kind waar je van hebt gedroomd. Tussen het leven wat je hebt verwacht en wat is geworden. Tussen het samen ouder worden dat twee mensen van elkaar hebben gedroomd en wat er gebeurt als een van de twee de diagnose krijgt van dementie. En de introductie van dat model, chronische rouw of levend verlies, was voor heel veel mensen zalf op hun wonden. Zeker voor families en mensen met een beperking. Permanent verdriet wordt ineens als normaal gezien. Van elke vorm van pathologie ontdaan. Voorheen werden ouders van een kind met een beperking vaak als lastige, zwaarmoedige en labiele personen gezien die niet tot acceptatie kwamen. Na de eerste maanden, waarin ze voor het eerst met de beperking van hun kind werden geconfronteerd, kregen ze vaak nauwelijks nog aandacht. Je moet dit verwerken, was de boodschap. Of heb je dit nu nog niet verwerkt? Ben je daar nu nog niet overheen? Het werd niet als een rouwproces gezien, want er was geen sterven, er was geen overleven. Er zijn dus ook geen rituelen, zoals je die bij een overlijden wel hebt, die steun kunnen betekenen. Bij een overlijden heb je een overlijdensbericht, een uitvaartviering, waar mensen gezamenlijk hun steun betonen en mensen komen hun deelneming betuigen. Maar bij dit verlies heb je dit allemaal niet. Met het model van chronische rouw, door te bekijken als een levend verlies, giet ik wat vroeger als abnormaal en pathologisch werd beschouwd in een vorm van normaliteit. Maar het staat voor een rouwverloop en een rouwbeleving die vaak veel complexer is dan een rouwproces na sterven. Omdat je zelf niet weet wat normaal is in zo'n rouwproces, omdat de samenleving het niet ziet als een rouwproces, en wat zorgverleners zo weinig besef hebben van rouw en verdriet. Hoe kan je nu helpen bij zo'n rouwproces? Een verlies, overleven, vraagt om rouwarbeid. Dat woordje rouwarbeid is eigenlijk een heel belangrijk woord, want het drukt uit dat verlies, overleven, om arbeid gaat. Emotionele en cognitieve arbeid, die een zeer zware belasting betekent voor het lichaam, en voor de geest. En je kan daar doodmoe van zijn en niet vooruit kunnen. Ook die moeheid van mensen, het niet vooruit kunnen van mensen, moet men ook serieus nemen. Men denkt vaak, daar is geen reden voor. Dat zijn toch zwakke figuren? Nee, dat zijn mensen die sterk verbonden zijn met iemand en die zware emotionele arbeid aan het verrichten zijn. Nu, elke arbeid die je te verrichten hebt, kan je opdelen in taken. Je kan een taak opnemen en laten liggen. Je kan iemand helpen in het opnemen van een taak. Je kan iemand ook hinderen in het opnemen van een taak. Ook die rouwarbeid bestaat uit 4 taken. Bij elk van die taken kunnen we elkaar helpen. En die eerste taak is het onder ogen zien van de werkelijkheid van het verlies. Als iemand geconfronteerd wordt met een diagnose die zware beperkingen betekent, beginnende dementie, de ziekte van Parkinson, een hersenletsel met blijvende gevolgen, een ernstige beperking. Als iemand daarmee geconfronteerd wordt, kan het geruime tijd duren voor de volle werkelijkheid van het verlies tot mensen doordringt. En we noemen dat ontkenning. In dit soort situaties kan ontkenning soms een zeer positieve betekenis hebben, ook al wordt dat vaak in zijn negatieve betekenis gezien. Want ontkenning kan mensen tijdelijk beschermen tegen het opnemen van een probleem dat voor hen op dat moment te zwaar omdragen is.
En ontkenning maakt dat dit geleidelijk aan, die werkelijkheid geleidelijk aan tot hen doordringt. In stapjes volgens hun aankunnen. Hoe kan je helpen bij die eerste taak? Dit is niet zo eenvoudig. Omdat, wat is de werkelijkheid bij een beperking die je moet onder ogen zien? Hoe duidelijk is dat zichtbaar? Wat weet je daarover? Wat wordt er verteld? En er is een verschil tussen een diagnose en de dagelijkse werkelijkheid als je met die diagnose moet leven. Te horen krijgen dat er letsels in je hersenen zijn die wijzen op dementie. Daarmee heb je een diagnose gekregen, maar daarmee heb je nog geen gedragspatroon dat je kan helpen in de werkelijkheid. Met die term, die naam, weet je nog niet wat het dagelijks leven zal zijn, wat de toekomst voor je zal brengen. Zeker niet als je niet goed thuis bent in die medische wereld. En het is ook niet omdat men in de medische wereld probeert correcte informatie te geven, dat die ook doordringt tot mensen. Ik zal het even met een frappant voorbeeld duidelijk maken. Ik heb zelf op een bepaald moment een diagnose gekregen van ernstige vorm van prostaatkanker. En ik wist al een week tevoren dat die 12 biopsies die men genomen had, zeer kwaadaardig waren. Ik zat voor de uroloog die mij vertelde dat ze zoiets in een score uitdrukken van 0 tot 10. En als je een cijfer hebt boven de 6, zegt hij, dan is dat ernstig. Je hebt 9,7 op 10. En zo'n tumoren drukken we uit in 4 categorieën. Je hebt een T4-tumor, zegt hij, dus dat is zeer ernstig. En hij vertelde mij dat er 4 vormen van behandeling waren. Niets doen en afwachten, wat soms nuttig is in de geneeskunde. Bestraling, chemotherapie en een radicale operatie. En hij vertelde de voor- en de nadelen van die 4 strategieën. Zei, maar nu, in uw situatie heb je geen keuze. Een radicale operatie. Met alle gevolgen van dien. Want het kan leiden tot impotentie, incontinentie en dergelijke meer. Ik had zorgvuldig opgeschreven wat hij mij allemaal vertelde. En ik moest daarna 2 uur college geven. Ik had 's namiddags een lezing te geven. En 's avonds las ik mijn kaartjes die ik had opgeschreven. En ik las op mijn kaartjes impotentie, incontinentie. Ik had dit niet gehoord. Ik had het wel gehoord, want ik had met mijn pen op het kaartje opgeschreven. Ik dacht, is dit verdorie nu toch mogelijk? Ik die die wereld ken, ik die die arts ken, ik ken dat ziekenhuis, ik verwachtte mij aan die kwaadaardige diagnose, want ik wist dat die 12 biopsies zeer kwaadaardig waren. Hoe kan dat nu dat ik dit niet heb gehoord? Ik heb daar weken over nagedacht, toen ik voor een team van artsen moest spreken over mijn ervaring als patiënt bij die prostaatkanker. Heb ik dat aan die artsen daar zaten verteld. Mijn chirurg zat op de eerste rij. Hij zei, maar nu, ik heb het zo duidelijk verteld. Ik zeg, ja, stond heel duidelijk opgeschreven op mijn kaartjes. Ik zeg, maar ik zal je eens vertellen, ik heb 4 weken nagedacht hoe dat aan mij kan overkomen. Jullie vertellen over mijn prostaat. En jullie geven mij een verstandelijke uitleg. Dus jullie richten zich tot mijn verstand. Wat gebeurt er met mij op dat moment? Ik denk aan mijn vrouw en aan mijn kinderen. En voor mij is dat geen verstandelijk probleem, maar een emotioneel probleem. Je moet je eens voorstellen dat er 2 straten zijn. De straat van mijn verstand en mijn prostaat. Ik noem dat de dorpsstraat. En de straat van mijn vrouw en mijn kinderen en mijn emoties. Ik noem dat de kerkstraat. Als jullie aan het praten zijn in de dorpsstraat, ik ben vertrokken naar de kerkstraat, dan hoor ik niet meer wat jullie vertellen. Wat moet je doen als je uitleg geeft? Na 2 zinnen stoppen met die uitleg. Want na 2 zinnen is je patiënt vertrokken van de dorpsstraat naar de kerkstraat. Je moet naar de kerkstraat gaan. En hoe doe je dat? Door na 2 zinnen te stoppen met die uitleg. Dan zeg je, vertel eens wat er nu door je heen gaat. Dan ben je van de dorpsstraat in de kerkstraat. Neem je de patiënt terug mee naar de dorpsstraat. En je wandelt met hem mee terug van de dorpsstraat naar de kerkstraat. En neem hem terug mee van de kerkstraat naar de dorpsstraat. Ik heb nooit zo goed medische informatie kunnen uitleggen als dat ik dat zelf aan de lijve had ondervonden. En meteen viel voor mij heel veel dingen op zijn plaats die ik gehoord heb. Ik ga nooit vergeten hoe de kinderneuroloog een ouderpaar had uitgenodigd voor een moeilijk gesprek. Hij moest aan die ouders zeggen dat hun kind, een zeer kostbaar kind voor die ouders, een ernstige vorm van mentale retardatie had. Die vader was metaalarbeider. Die moeder
was deed het huishouden, was huisvrouw. En de maatschappelijk werkster moest die mensen opvangen, omdat de kinderneuroloog zei, ik moet onmiddellijk vertrekken naar dat gesprek. Die mensen hebben misschien wel opvang nodig voordat ze in hun auto stappen. De mensen zagen er tamelijk opgelucht uit. En zij zeiden, oh, wat een schrik voor dat gesprek, want we moesten samen bij de dokter komen. Wat een schrik voor dat gesprek. Maar het is gelukkig niks erg. Wat hadden jullie dan verwacht? We dachten, ons kind heeft misschien een zekere vorm van kanker, maar het is maar een kleinigheid dat het heeft. En wat heeft de dokter dan gezegd? Ja, een soort overgevoeligheid, ik heb het niet goed verstaan, maar een soort overgevoeligheid voor een bepaalde soort van metaal. Een ernstige vorm van mentale retardatie. Die man werkte als metaalarbeider, dus hij had dit verhaal aangepast aan wat in zijn kader paste. En dit is een typisch voorbeeld van wat ontkenning de mensen kan doen. Ontkenning beschermt mensen voor een werkelijkheid die te moeilijk is om onder ogen te zien. En als je moet leven met een beperking, als iemand dood is, die werkelijkheid is daar heel duidelijk. Maar mensen menen vaak ook nog die overledene te zien en te horen. Maar bij een beperking is die werkelijkheid ook niet zo zichtbaar voor de mensen. En je mist vaak de veiligheid die anderen met de redelijke waarschijnlijkheid kunnen verwachten. Bij onzichtbaar verlies horen ook verlies van hoop, van idealen in verband met wat de realiteit had kunnen zijn. Anderen zien ook het verlies niet meer na een tijd, omdat het continu aanwezig is. Maar als je als persoon zelf of als van directe gezinsleden daarmee moet leven, is dat er elke dag aanwezig. Je weet als ouders niet wat je kunt verwachten als je voor het eerst naar huis gaat met een kind met een ernstige beperking. Helpen bij die eerste taak is dan correcte informatie geven. En die informatie meerdere keren herhalen, rekening houdend met de dorpsstraat, met de kerkstraat. Mensen meerdere keren hun eigen verhaal laten vertellen. Want het vertellen over van die stukjes van de puzzel geleidelijk aan op hun plaats. En een reële confrontatie met de werkelijkheid waarvoor ze staan. Maar waarin je ontkenning als een voordelig geschenk voor mensen permanent ook toelaat. Mensen moeten de kans geven om het in hun tempo te laten doordringen. En dat geven van informatie, dat is geen gemakkelijke opdracht, maar ik zal even een frappant voorbeeld geven van hoe men dat ook kan leren. Het gaat hier over een situatie van een kind dat, waar op 2-jarige leeftijd de diagnose gesteld wordt metachromatische leukodystrofie. Dat is een zeldzame genetische aandoening die maar 1 keer op 1 miljoen mensen voorkomt en die leidt tot een zeer snelle aftakeling. En de moeder vindt dat haar kind van 2 jaar recht heeft op correcte informatie. Ik lees het gesprek voor. Een voorbeeld, denk ik, voor hulpverleners. Lieve Thais, de dokters hebben ons verteld dat je heel erg ziek bent. Ze hebben ons uitgelegd dat je straks niet meer zult kunnen lopen, spreken, zien of bewegen. We vinden dit verschrikkelijk. We zijn dan ook heel erg verdrietig. Maar mijn kind, we zullen jou altijd heel graag zien. En we zullen alles doen om je een gelukkig leven te bezorgen. Dit beloven we. Je zult een mooi leven hebben. Niet een leven zoals andere meisjes, of zoals je broer Gaspar, maar wel een leven waarop je echt trots zult kunnen zijn, waarin je nooit aan liefde zal ontbreken. Onze liefde en die van heel veel mensen. Je zal in een veel kortere tijd de liefde zeer goed leren kennen. Een voorbeeld van hoe die ouders een kind van 2 jaar betrekken bij het gebeuren en correcte informatie proberen te geven. Als zorgverleners, hulpverleners en mijn taak om ouders te helpen om dit naar hun kinderen te vertalen. Om mensen, de partners en de kinderen van iemand met dementie, te helpen hoe ze kunnen omgaan met die persoon en hoe ze correct kunnen informeren. Dus eerste taak, het onder ogen zien van de werkelijkheid van het verlies. 1 keer die werkelijkheid bij hen door te dringen, staan mensen voor een tweede taak. En die tweede taak is het ervaren van de pijn van het verlies. Je kan geen verlies overleven zonder pijn te ervaren.
En alles wat je doet om die pijn te besparen, is bemoeilijken van het rouwproces voor mensen. En die pijn van mensen komt naar buiten in lichamelijke pijnscheuten die ze over hun lichaam kunnen voelen. Er hoeft geen, geen medische diagnose kunnen gesteld worden van die pijn. Verdriet en verlies gaat door merg en been en mensen kunnen hevige pijnstoten ervaren. Ik hoor het verhaal van een huisarts die terug in de groepspraktijk komt, 3 dagen nadat hij te horen heeft gekregen dat zijn zoontje een ernstig hersenletsel heeft. En hij kan zich niet concentreren op zijn werk. Hij doet allerlei dingen verkeerd. En 's middags zegt zijn collega, Jan, je hebt waarschijnlijk nog een beetje pijn. Nee, zegt die huisarts, ik heb geen pijn. Ik ben pijn. Ik heb geen pijn. Ik ben pijn. En dat drukt uit hoe de pijn van het verlies naar boven kan komen. En je kan om die pijn niet heen. Je moet mensen helpen om daar ook mee om te gaan. En ik zal straks vertellen hoe je dat kunt doen. Maar eerst, die pijn komt naar buiten in hevige pijnscheuten die je overal in je lichaam kunt voelen. In golven van verdriet, die komen en die gaan als de golven van de zee. In gebrekkige concentratie. Je kan je moeilijk concentreren en dus ook niet iets onthouden. Je gaat de trap op naar boven. Je bent 2 treden ver. Je weet niet meer waarvoor de trap aan het opgaan bent. Die pijn komt naar buiten in boosheid, prikkelbaarheid en agressie. In schuldgevoelens en in schaamtegevoelens. En die schaamtegevoelens maken dat mensen er vaak niet over durven praten met anderen. Het onderwerp omzeilen. Ook thuis. Als een kind een zware beperking heeft, dan niet durven te vertellen aan de andere kinderen in het gezin. Al die reacties die ik genoemd heb, zijn normale reacties van normale en evenwichtige mensen. En heel vaak worden die niet begrepen. En worden die als moeilijk gedrag, als storend gedrag gezien, omdat we niet geleerd hebben dat dit normaal is om daar op een gewone manier mee te kunnen omgaan. En de moeilijkste dingen zijn vaak die boosheid en die agressie. Als arts, als verpleegkundige, kun je niet eens die boosheid van de patiënt te incasseren krijgen. En we weten vaak niet dat boosheid een normale reactie is als je pijn ervaart. Kinderen weten dat zeer goed. Jonge kinderen, een kind leert lopen, loopt met zijn knie tegen een tafelpoot, de knie doet pijn, nou, doe dat kind, stoute tafel. Die pijn aan die knie komt in boosheid naar buiten. De pijn van het verdriet komt in boosheid naar buiten. En de meest dierbare mensen kunnen die incasseren. Als je in plaats van te zeggen, je moet je niet kwaad maken, of terug boos te reageren, mensen leert te zeggen op zo'n moment van, vertel eens wat je op dit moment zo moeilijk valt, dan zie je die boosheid meteen afnemen. Een ander iets is schuldgevoelens. Had ik maar vroeger met mijn man naar de dokter gegaan, was er misschien nog iets aan te doen geweest. Ik voel me zo schuldig. En de eerste reactie die wij geneigd zijn aan mijn mensen is, je mag je toch niet schuldig voelen, maar je kan daar niets aan doen. Mijn boodschap is een andere boodschap. Je moet aan mensen, je mag je wel schuldig voelen. Maar je bent niet schuldig. Dat je schuldig voelt, dat heeft te maken met liefde en verantwoordelijkheid. En je hoeft niet schuldig te zijn om je schuldig te voelen. En het is goed dat je over die schuldgevoelens kan praten. Want de enige manier om daarvan bevrijd te geraken, is dat je ze mag uitspreken, telkens weer opnieuw. Ik heb, toen die busramp in Sierre zich voorgedaan heeft, in de komende maanden bijna alle ouders gezien die een kind verloren hebben met die busramp. En bij al die mensen heb ik gehoord, het is mijn schuld. En al die mensen dan van artsen, van psychologen, van hun omgeving, meerdere keren te horen gekregen, je mag je toch niet schuldig voelen? Wat kan jij daar nu aan doen dat een bus op een tunnel rijdt in Zwitserland? Toen ik aan die ouders zei van mij, mocht je wel schuldig voelen. Maar je bent niet schuldig. En praat maar over die schuldgevoelens. Wat kreeg ik dan te horen? Mijn dochtertje zag het tegenop om voor het eerst zo ver van huis te gaan. We hebben ze aangemoedigd om mee te gaan. Mijn zoon had een zware griep. Ik ben met hem naar de dokter gegaan. Daardoor was hij voldoende genezen om te kunnen meegaan. Had ik niet met hem naar de dokter gegaan, dan zat hij op die bus niet. Voel je schuldgevoelens en met liefde en met verantwoordelijkheid te maken. En mensen die mogen uitspreken, telkens weer opnieuw. En, want dat is de enige manier daarvan bevrijd te geraken. Als iedereen zegt,
Je mag je niet schuldig voelen. Er worden schuldgevoelens opgekropt. En opgekropte schuldgevoelens kunnen heel gevaarlijk zijn. Eén frappant voorbeeld. In de Belgische Ardennen heeft een jongetje van 6 jaar een huis in brand gestoken. En in die brand zijn 2 kinderen verkoold achtergebleven. Toen de politie met dat jongetje sprak, was de eerste zin die dat kind zei: en ik heb 1 jaar geleden mijn papa ook al doodgedaan. De papa van dat kind was 1 jaar tevoren aan kanker gestorven. En het kind zat al 1 jaar met schuldgevoelens. Van het is mijn schuld dat mijn papa is doodgegaan. En die schuldgevoelens hem van binnen zitten koken en koken. Ze zijn ontploft in het in brand steken van een huis waar 2 kinderen het leven hebben verloren. Die 2 kinderen waren niet gestorven. Had men meer geweten over wat een rouwproces met mensen kan doen. Tweede taak dus. Ervaren van de pijn van het verlies. En hoe kan je helpen daarbij? Door het onderwerp niet te omzeilen. Want als iedereen het omzeilt, laat je mensen in eenzaamheid afrekenen met hun verdriet. Door mensen het gevoel te geven dat al die emoties en reacties die ik zojuist beschreven heb, ook die boosheid en die schuldgevoelens, normale reacties zijn van normale en evenwichtige mensen. En door te luisteren hoe het voelt, in plaats van aan mensen te vertellen hoe ze zich moeten voelen. En een heel belangrijke vraag. In een medisch, een psychologisch consult, in een verpleegkundige ontmoeting, is: vertel eens, waarvoor ben je bang? Vertel eens, waarvoor ben je bang? Dan ben je op het spoor van de emoties van mensen. Dan kom ik aan die derde taak. En die derde taak is het aanpassen aan het leven met een beperking. En dat is nooit voor 2 mensen gelijk. Die man die diagnose van dementie krijgt, zijn aanpassing aan het leven, dat is iets helemaal anders dan voor zijn vrouw en voor elk van die kinderen. Dus niet voor de 3 kinderen hetzelfde als papa met dementie moet leven. Elk van die kinderen heeft daar zijn houding en zijn benadering. En iedereen bekijkt het op zijn manier. Je aanpassen aan de wereld met een beperking. En dat gaat ook nooit over. Zolang de persoon met een beperking leeft, staan mensen daarvoor. En 1 keer dat die sterft, staan ze voor het rouwproces na een overlijden. Dus dat gaat een leven lang met mensen mee. Als het nooit voor 2 mensen precies hetzelfde is, hoe kan je dan als zorgverlener weten wat je voor mensen kunt doen? Helpen bij die derde taak is luisteren naar het verhaal van mensen. Want in het verhalen over help je mensen op verhaal komen in het leven. En ik weet dat ik meteen in de zorgverlening dan de boodschap krijg als ik zeg: luister naar het verhaal van mensen. We hebben het al zo druk. En waar moeten we dan? Waar moeten we de tijd halen? Beste mensen, dat is niet op de eerste plaats een kwestie van tijd, maar een kwestie van intensiteit. En ik geef een frappant voorbeeld. In je consultatie zie je iemand zitten die heel erg verdrietig is, die het ontzaglijk moeilijk heeft. Je weet dat hij een zwaar verlies heeft geleden. En dan denk je dat hij daar maar weer niet over begint, want ik heb echt geen tijd vandaag. Mijn boodschap is: als die binnenkomt, moet je daar zelf over beginnen. Maar zeg, als ik je zie, dan denk ik daaraan. En vertel eens wat dit voor jou betekent. Ik kijk die persoon 3 minuten lang in de ogen aan, op een warme manier. En na 3 minuten mag je zeggen: och, ik zou nu graag de hele voormiddag naar je luisteren. Maar het zijn nog zoveel andere mensen die mij vandaag nodig hebben. 3 minuten tijd. Wat heb je nagelaten? Die heeft mij er zelf over aangesproken. Die heeft mij op zo'n warme manier aangekeken. En die wilde wel een hele voormiddag naar mij luisteren. Het is alsof mensen het gehad hebben. Dat noem ik intensiteit in plaats van tijd. Luister naar het verhaal van mensen. En dan maak je een overgang van interventie naar presentie. Ook al duurt dat maar 3 minuten, maar dat blijft mensen vaak een leven lang bij. Ik zal dat met een ander voorbeeld straks nog duidelijk maken voor ik afsluit. Mijn moeder vertelde mij, toen mijn dochter 5 jaar werd en evaluatie moest ondergaan bij het team van ontwikkelingsstoornissen, schoof de arts zijn computer opzij, hij kruiste zijn armen, hij boog zich naar mij over en zei: mevrouw, ik vraag me soms af, hoe doe je dat toch elke dag met al die zorgen?
Dat moet toch niet gemakkelijk zijn? Ik was zo verrast door die vraag, zei die vrouw, dat ik in tranen uitbarstte. Niet tranen van boosheid, maar van opluchting, dat die arts eens verder keek dan al de beperkingen en ontwikkeling van onze dochter en het waagde om te kijken naar de betekenis en het impact van die beperkingen op ons gezin. Ik weet dat die kinderarts mijn verdriet niet kan genezen, zegt ze. Maar die vraag stellen bracht die dag voor mij een stuk kracht en genezing. Het was alsof mijn rouw een pijnlijke plek is, een wonde die ik voor mezelf hou en zelden aan iemand laat zien. Die arts liet mij toe om mijn wonde even te openen naar de lucht en te genezen. Op die dag moest ik mijn verdriet even niet toedekken en verbergen. Die arts begreep dat dit de Hans-familie raakt. Je aanpassen aan de wereld. En pas op, die aanpassing aan de wereld met een beperking is niet te dat is een niet te onderschatte bron van stress. Omdat je de privacy vaak van het hele gezin verliest. Als een gezin met een persoon met specifieke noden, met een chronische aandoening wordt geconfronteerd, dan zie je dat een verlies van privacy voor zo'n gezin op zeer lange tijd kan opdoemen en zeer ingrijpend kan zijn. Over verloop van tijd moeten die mensen afrekenen met een veelheid van professionals. Ze moeten zich aan een veelheid van onderzoeken en evaluaties onderwerpen om van bepaalde diensten, hulpmiddelen en financiële tussenkomsten te kunnen genieten. Vreemden treden binnen in de intimiteit van hun gezin, van hun familie, krijgen kennis van hun inkomen, van psychische en andere problemen in de familie en persoonlijke details die ze liever niet aan anderen prijsgeven. Die families hebben soms het gevoel van in een aquarium te moeten leven. Alles wordt doorzichtig. En met de grote wisseling van staf, en als er niemand is die de algemene coördinatie op zich neemt, staan families vaak voor constante aanpassingen. Dat betekent een grote druk. Een moeder zei, een van ons twee heeft halftijds vrij moeten nemen in wachtzalen om te wachten in wachtzalen van diverse specialisten. Het leven van die mensen wordt soms toenemend abnormaal door de hele medische zorg. En dat is niet te onderschatten. Ik volg een echtpaar wiens dochtertje nu 14 maanden wordt en die moeder heeft voltijds haar job opgegeven in de school om voor dat kind te kunnen zorgen, om alles te kunnen doen wat dat kind nodig heeft. En de vader, als computerspecialist, is halftijds thuisgebleven. En ze hebben dus anderhalf nodig om dat te doen. Binnenkort zal de moeder halftijds terug in het onderwijs stappen, gaat de vader voor een jaar voltijds thuis blijven. Je moet je even indenken, je aanpassen aan de wereld met een beperking, wat dit voor mensen is. En dan op een consult ook even de vraag stellen, mensen, hoe houden jullie dit vol? En even luisteren naar hun verhaal daarover is een essentieel onderdeel van goede gezondheidszorg. En tenslotte, mijn vierde taak van die rouwarbeid is opnieuw leren genieten van het leven. Mensen verwachten niet op zo'n moment dat ze nog eens ten volle en onvoorwaardelijk van het leven zullen kunnen genieten. Maar dat is ook pas de vierde taak van die rouwarbeid. En heel vaak zegt men, je moet hem meer loslaten. Je moet mensen niet aanraden om iemand met een ernstige beperking los te laten, want waar komt die dan terecht? Ze moeten die anders leren vasthouden. Dat is iets helemaal anders dan loslaten. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om te zoeken naar mensen van, hoe kun je naast die zorg ook momenten vinden van genieten van het leven? Wat kan je doen om jezelf te verwennen? En mensen hebben dan vaak toelating nodig van de arts, van de zorgverstrekkers, om te durven iets kiezen waar ze ook van genieten. Je moet mensen actief aanraden van zoek een aantal elementen in je leven waar je kunt van genieten, want anders hou je dit op deze manier nooit echt vol. Ik zie dat ik ongeveer zo moeten afronden, dat we nog tijd hebben om vragen te kunnen stellen, maar ik wil toch nog twee heel frappante voorbeelden geven. Ik heb het gehad over Thais, het kindje van 2 jaar oud, met metachromatische leukodystrofie. En het gesprek dat die mama met haar kind voerde
als het kind 2 jaar oud was. Het kind is gestorven toen het 4 jaar oud was. En kort voor het stierf schreef de moeder het volgende neer. En misschien kan ons dat allemaal wel inspireren voor onze benadering in zorg voor mensen met zware beperkingen. Van dit kind hebben wij geleerd wat liefde is. Hoe komt het dat zij er meer verstand van heeft dan wij? Ze is van alles verstoken. Ze beweegt niet meer, spreekt niet meer, hoort niet meer, zingt niet meer, lacht niet meer, ziet niet meer. Ze huilt niet eens meer. Maar ze heeft lief. Dat is het enige wat ze doet, met al haar krachten. Dwars door haar kwalen, haar kwellingen en haar beperkingen heen. De liefde van Thais dringt zich niet op, maar is altijd paraat. En die liefde toont zich aan ons zoals ze is. Kwetsbaar en broos. Zonder panzer, zonder harnas, zonder angst. Natuurlijk, mensen die er wel op een afstand naar kijken, hebben misschien grote moeite met die broosheid. Voelen zelfs minachting voor of weerzin tegen. Maar wie dichterbij komt, wie zich naar haar toe buigt, wie probeert met haar mee te gaan, die zal zoals ik gewaar worden dat er op die broosheid maar één antwoord is. Liefde. Bijna 2 jaar geleden, toen we te horen kregen tot welke schade haar ziekte zou leiden, stelde ik mezelf de vraag, wat rest dat kind dan nog? Liefde, liefde rest haar. Liefde die je krijgt, maar ook de liefde die je heeft. Misschien is het al te idealiserend om deze ervaring als voorbeeld te stellen. Het is het verhaal van 1 gezin en van 1 kind met een beperking en van 1 aandoening en van de toch wel zeer bijzondere houding van 1 moeder. Maar misschien kunnen we er allemaal wel iets uit halen. En misschien als we vanuit deze georiënteerdheid kinderen kunnen helpen om naar vader te kijken die ernstig dementerend is of die aan de ziekte van Parkinson leidt en zich niet meer kan uitdrukken. Misschien zit daar wel een boodschap in om in onze samenleving iets te vermenselijken. En voor al de zorgverleners die in de zaal zitten om naar mij te luisteren vandaag, wil ik een laatste voorbeeld vertellen. Ik vraag regelmatig aan mensen, wat heeft jullie nu in die periode van ziekte en confrontatie met die beperkingen, wat heeft jullie nu het meest pijn gedaan, wat heeft jullie het meest plezier gedaan? Ik stelde die vraag aan een ouderpaar wiens zoon van 17 aan een hersentumor was gestorven. Die jongen was geboren met fysieke en verstandelijke beperkingen, was heel zijn leven een zorgkind geweest, daarom ook het enige kind gebleven in het gezin. Op 17-jarige leeftijd deed hij een hersentumor erbij en is daaraan gestorven. Toen ik aan die ouders de vraag stelde, als je op die 17 jaar terugkijkt, jullie ervaring met de zorgverlening, wat heeft jullie het meest pijn gedaan, wat heeft jullie het meest plezier gedaan? Wat ons het meest pijn gedaan heeft, zei die moeder, moeten we eens over nadenken. Wat ons het meest plezier gedaan heeft, moeten we niet over nadenken. De dag dat Ronald gestorven was, zaten wij in een lege woonkamer thuis. Wij dachten, we moeten nog eens de tijd krijgen om afscheid van hem te nemen. We belden naar het ziekenhuis. Ze verbonden ons door naar het mortuarium. In het mortuarium zijn ze komen in de voormiddag. Dan is hij rustig en kalm. Kan je zo lang bij hem zitten als je wilt. En de volgende dag zaten we in die kamer in het mortuarium naast het bed van onze zoon. Het was daar inderdaad rustig en kalm. Maar ineens ging die deur open en stapte iemand binnen die duidelijk schrok dat wij daar zaten. Die had blijkbaar de intentie gehad, ik ga er eens naartoe als het geen bezoekuur is en als er niemand is. De arts die onze zoon in zijn laatste ziekte had verzorgd. En ze had 1 witte roos mee en 2 tranen in haar ogen. Dat heeft ons in die 17 jaar het meest plezier gedaan, zei die moeder. Beste mensen, ik wens jullie allemaal 1 witte roos en 2 tranen toe. Dank jullie. Dank je wel, professor Keijersen, voor deze prachtige lezing. Ik denk dat ik uit naam spreek van alle aanwezigen. Het was echt heel, heel boeiend en ook pakkend. Dank u voor uw visie en al uw kennis met ons te delen eigenlijk. Ja, er zijn ook een paar vragen gekomen, dus ik ga gewoon beginnen van bovenaf aan. En zoals gezegd, gaan we de onbeantwoorde vragen achteraf nog beantwoorden via e-mail.
Ja, mevrouw Bonen vraagt, hoe ga je om met familieleden die hun rouw, verliesverwerking, projecteren op de therapeut of het team, hè, onder de vorm van agressie? Heb je het een beetje al eruit beantwoord, dacht ik? Ja, ja. Wel, het eerste wat je moet doen is, ga ervan uit dat dit normaal gedrag is van normale mensen. En dat de belangrijke vraag is die aan mensen moet zijn, vertel eens wat je zo moeilijk valt op dit moment, wat je op dit moment zo pijnlijk vindt. En het kan zijn dat je terug een vlaag van agressie krijgt. Laat die komen, want mensen uiten die emoties maar bij mensen waar ze voldoende vertrouwen in hebben om die emoties te laten zien. Zie het als een teken van vertrouwen in plaats van als een teken van wantrouwen naar u toe. En als je meerdere keer op een positieve manier daarop reageert, dan zal je ten gronde voelen wat die mensen pijn doet en wat hen eigenlijk beweegt. Denk aan het voorbeeld van een kind. Een jong kind weet zo goed dat pijn in boosheid naar buiten komt. Als men zijn knie tegen die tafel loopt, stoute tafel. Dus we zijn de wijsheid van onze kindertijd vaak vergeten in onze benaderingen. Dat is mooi. Een andere vraag komt van meneer Van den Berg. En hij vraagt, betekent dat bij chronische zieken eigenlijk altijd familie of gezinsleden mee moeten naar de consult? Dan kan de familie erbij betrokken worden en ga je voorbij dat de patiënt... Is het voor professor Van den Berg die vraag? Nee, Peter Van den Berg. Ja. Men vraagt of familie er altijd voorbij betrokken... De gezinsleden mee moeten naar op consult. De familie erbij betrokken wordt, maar eigenlijk voorbij... Alles wat ik vertel, is er niks dan moet. Sommige patiënten willen daar alleen naartoe komen. Maar in bepaalde omstandigheden is het echt geraadzaam van aan te raden van breng iemand mee. Als bijvoorbeeld een kind met een ernstig been te dementeren en die partner gaat mee, dan zal ik altijd aan mensen zeggen, maar neem ook een van je kinderen mee naar de consultatie. Want met drie hoor je meer dan alleen. Dan vermijd je ook dat dokters meerdere keren hetzelfde moeten gaan zeggen telkens aan andere familieleden. Dus het is, in kritische omstandigheden is het belangrijk dat iemand erbij is. Maar je kan dat nooit verplichten. Je kan, mensen kiezen dat zelf. Als ik voor breed publiek sta, als ik aan de bevolking zoiets aanraad, geef ik hen ook altijd die tips mee. Je kan zelf van je dokter een goede dokter maken door de wijze waarop je omgaat met die consultatie. Ik raad mensen bijvoorbeeld ook aan, bereid u voor wat je aan de dokter wilt zeggen en vragen. En denk daar goed over na en reduceer dat tot maximum 3 vragen. Komt niet met 25 vragen, maar reduceer, want een dokter heeft geen tijd om op 25 vragen in te gaan. En dat kan jij ook niet verwerken in één keer. Ga na, wat zijn de 3 essentiële vragen die je hebt. Maar als dan de familie erbij is, om ook die antwoorden te noteren, helpt dat mensen in belangrijke mate. Ja. Dat geeft eigenlijk ook meteen een antwoord op de andere vraag van meneer Van den Berg. Hoe maak je al die veel aspecten bespreekbaar tijdens een consult van 20 minuten? Maar inderdaad, vooraf eigenlijk de vragen al opschrijven. Ja, ja. En pas op, dat consult van 20 minuten, dat is ook niet het enige consult. Hè. Als ik voor patiënten zelf zit, dan raad ik hen altijd aan van, je ziet dat ook in een vervolg. Kijk wat je nu wil vragen, wat nu de dringende dingen zijn, wat je nu wil weten. En bewaar ook een aantal dingen voor de volgende keer. Want je hebt dat niet allemaal nodig nu. Men kan ook op voorhand vragen, als men een consultatie maakt, ik zou eenmalig eens een afspraak willen voor een dubbele tijd, want ik heb iets moeilijks met de dokter te bespreken vandaag. En ook dit lukt meestal wel als mensen dat willen proberen. Oké, ja. Dan nog een vraag van Greet. Hoe maak je een onderscheid tussen een depressie als onderdeel van het ziektebeeld dan wil depressie als verkeerdelijk interpreteren van rouw? Want beide hebben ook een andere aanpak. Ja. Ik zou daar een hele nieuwe avond moeten overkomen, Heef. Maar ik zal heel kort zijn. Een depressie heeft te maken met een leegte die in je persoon is ontstaan. En bij een rouwproces verwijst dit naar een leegte die in je buitenwereld, iemand is gestorven, of je hebt een bepaalde beperking of een bepaalde handicap, maar dat is niet vanuit je innerlijk. Depressie heeft te maken met de leegte van binnenin. En het is zo dat als men voor verlies antidepressiva voorschrijft, dat het overleven daarvan afremt in plaats van bevordert. Men brengt schade aan. Het kan natuurlijk zijn
Iemand die voorbestemd is tot depressie, kan door de stress van een ernstige beperking of van een overlijden in die depressie verzanden. Dus het is dus niet zo dat iedereen die intens verdrietig is, ook niet in depressie kan doen. Nee. Maar het is niet hetzelfde. Het is een duidelijk verschil. En men moet dus ook verschillend benaderen. Ja, dat is duidelijk. Dan nog een vraag van meneer Klaes. Hoe kunnen we begeleiding voorzien binnen de eerste taak van de rouwarbeid? Het onder ogen zien als de patiënt geen ziekteinzicht heeft, zoals vaak aanwezig is bij niet aangeboren hersenaandoeningen. Ja, geen ziekteinzicht. Men moet dat ook tussen aanhalingstekens zetten, want dat is vaak een verwijt dat men een patiënt toekent van die heeft geen ziekteinzicht. Het duurt een hele tijd voor die werkelijkheid die niet tot hun leven en tot hun verwachtingen, tot hun beleving behoorde, voor die werkelijkheid echt is doorgedrongen bij mensen en dit ook ten volle voelen en ten volle ervaren. Ik ken een huisarts die ik zeer goed ken, waarbij zijn zoontje een ernstige beperking van vast te stellen. En hij zegt, de arts dan zegt dat mijn zoontje geen jaar oud zou worden. Ik heb dat nooit willen aannemen, ik heb dat nooit willen geloven, zegt hij, dat hij geen jaar oud zou worden. Ik dacht, ik doe mijn best en ik zal dat hier eens aan de geneeskunde bewijzen dat dat hier wel anders kan. Ik kon die realiteit ook niet onder ogen zien. Pas op, mensen willen vaak die werkelijkheid niet zien. Zoals mensen wiens kind verongelukt ook niet willen accepteren die eerste week dat dat kind ook echt dood is. En daarom zeg ik bij na een overlijden, je moet mensen confronteren met het dode lichaam. Wat ook jaren is tegengehouden in heel wat omstandigheden, want ze hebben die werkelijkheid. Maar waar is de tastbare werkelijkheid als men zegt dat je een ernstige ziekte of een zware beperking hebt? Als je die nog niet voelt, dat is niet zo eenvoudig. Nee, klopt. Maar dat was inderdaad soms een probleem met de corona. Hè? Dat mensen niet mochten gaan groeten. Dus inderdaad, ik neem aan dat dat ook wel een serieus impact heeft gehad op de mensen. Een andere vraag is van Sonja. Hoe kunnen we de patiënt helpen het verlies of de beperking te aanvaarden? Ja. Je moet mensen helpen om daarmee te leven. En je moet ervan uitgaan dat er momenten zijn waarop hen dat lukt om daarmee te leven. En dat er momenten in hun leven zullen komen waar ze daar zeer zwaar tegen in opstand komen. Dat is de normaliteit. De normaliteit is niet dat mensen dat kunnen aanvaarden en dat ze daar, ik zou bij wijnen zeggen, permanent en voldoening heeft mee kunnen leven. De normaliteit is dat dat golven van verdriet teweeg brengt. Dat het op en af gaat. En je moet het aanvaarden, is vaak aan mensen zeggen, ik kan niet om met je momenten dat je het er moeilijk mee hebt. En wat zie je? Je moet je maar eens voorstellen, ouders die een kind hebben met een zware beperking en die allebei in het werk staan, elke trimester mogen die luisteren naar de schitterende schooluitslagen van al hun collega's en ze zelf met een kind dat niet mee kan. Dat ze dat moeilijk vinden, keer op keer weer, dat is heel normaal. Maar mogen die collega's dan niet meer over de goede resultaten van hun eigen kind praten? Jawel. Maar ze ook even aandacht hebben. Rita, voor u is dat waarschijnlijk vaak moeilijk, dit te horen. Vertel eens. En ook even aandacht hebben voor wat het voor Rita en haar leven. En dat is mensen helpen om daarmee te leven. Erkennen eigenlijk, hè? Ja. Ja. Ja, mooi. Dan nog een vraag van Claudine. Je hebt het een beetje al verteld met de jongen die brand stichtte na dat vader gestorven was een jaar ervoor. De vraag is, soms worden heel jonge kinderen geconfronteerd met een beperking van een van hun ouders. Hoe kunnen we jonge kinderen helpen met hun rouwproces? Dat is ook... Ja, het eerste wat moet gebeuren is dat... Dus die kinderen... De eerste taak is ook... Die kinderen moeten beseffen wat er met hun ouders is. En heel veel jaren hebben wij geweten, als een van de ouders psychisch ziek was, dat de kinderen nooit uitleg gekregen hadden over die ziekte. Het is pas... De psychiatrie was al jaren bezig voor men... Wat men de kopkinderen noemde, kinderen van psychiatrische patiënten, is begonnen te informeren over die aandoening. En kinderen moesten daar uitleg over krijgen. En in taal hebben ze dat ook op school. En aan hun vriendjes konden uitleggen als dusdaan. Pas op, dat is niet eenvoudig. Hè? Die vertaalslag maken van een medische diagnose naar iets dat kinderen kunnen hanteren. Maar kinderen moeten weten dat er met hun ouders aan de hand is om
zich niet schuldig te voelen. Want kinderen denken vaak, het is mijn schuld dat er met mijn moeder allerlei aan de hand is. Hè? Ja. Dus het eerste is een goede uitleg geven. Luister naar het verhaal van die kinderen en naar hun vragen. Die ook aan, maar wat gebeurt er in zoiets? Als zo'n diagnose neerdaalt in een gezin, dat is een olifant die in de kamer staat. Die neemt al de ruimte in. En hoeveel ruimte is er nog voor de vragen en voor de beleving van die kinderen? En de gesprekken vinden tussen de volwassenen en de ouders een meter boven het hoofd van de kinderen plaats. Soms stel ik de boze vraag, als ik voor een zaal met artsen sta, hebben jullie ooit in jullie opleiding geleerd dat er ook kinderen bestaan in onze samenleving? En als jullie een diagnose stellen bij een van de patiënten, wie vraagt van, kom morgen met uw kinderen en uw kleinkinderen, dat we ook aan hen kunnen uitleggen wat er aan de hand is? Want men verwacht van die ouders of van die grootouders dat ze dat hun kinderen en hun kleinkinderen kunnen uitleggen. Maar die hebben geen 7 jaar geneeskunde gedaan om daar de woorden voor te vinden om het aan kinderen uit te leggen. We weten vaak niet hoe ze dat moeten doen. Nee, klopt. En dat kan heel betekenisvol zijn. Als we een gezondheidszorg willen met een goede toekomst, moeten we vandaag stilstaan bij wat we met kinderen doen rondom gezondheidszorg. Als die kinderen een goede uitleg heeft, als kinderen zich gezien weten, ook door artsen en door onze medische wereld en onze gezondheidszorgwereld, aan die later met veel meer respect ook naar de medische en gezondheidszorgwereld kijken. Ja. Ja, ik kan even gewoon uit persoonlijke ervaring zeggen dat er een kinderboek is, dat uitlegt eigenlijk op kinderniveau wat dementie doet. Dat is van Tijn. Ja, ja. Ja, ja. Er zijn over meerdere dingen zijn er kinderboeken waar men uitlegt op niveau van kinderen allerlei aandoeningen. Ja. Nog tijd voor 2 vragen, denk ik. Een vraag is van Petra. Hoe ga je om met een familiecultuur waar zwijgen eigenlijk de norm is en spreken leidt tot manipulatie en zelfs verbale agressie? Dan is het toch moeilijk om de feiten onder ogen te zien. Wel, een familie waar de stijl is zwijgen. Ik ga altijd vanuit dat je vertrekt vanuit een respect voor de patiënt en voor de familie die voor je zit. Dan moet je eigenlijk ook respecteren en kijken wat je kan doen om die mensen te helpen om ermee om te gaan, maar met volledig respect voor hun cultuur. Pas op, er zijn in de moslimcultuur vandaag is het woordje kanker in veel gevallen, zeker bij de mannen in de moslimcultuur, nog moeilijk bespreekbaar. Dus men moet dat niet willen veranderen vanuit de gezondheidszorg. We moeten dit ook respecteren. En een gezin met een zwijgcultuur, je kan dat moeilijk vinden, maar respecteer dat. Ja, gezondheidszorg is moet je aanbieden aan de mensen zoals mensen zijn. En we moeten niet denken dat we de cultuur van mensen moeten afnemen en moeten veranderen in dat contact. Dat kan je trouwens ook niet. Dan een hele zware vraag eigenlijk van Sonja. Wat doe je als je als Parkinson-patiënt verstoten wordt door je ouders omdat ze niet om kunnen met de situatie dat hun kind ziek is? Ja. Wat doe je als Parkinson-patiënt als je verstoten wordt door je ouders omdat ze niet om kunnen met die situatie? Dan denk ik dat het heel erg belangrijk is dat zorgverleners zich met die ouders bezighouden. En kijken van waarvoor zijn die mensen bang? Wat maakt hen moeilijk? Wat maakt hen zo boos daarover? En men moet die ouders helpen verder te geraken. En men moet eerst luisteren naar wat hen bezighoudt voor men daaruit geraakt. Dat is eigenlijk een typische situatie van waar men vanuit gezondheidszorg iemand naar die ouders zou moeten sturen als men dat hoort. Want je krijgt die Parkinson-patiënt op je consultatie, maar je ziet die ouders niet. Of iets wat de huisarts, als ik zo iemand bij me krijg, zou ik contact nemen met de huisarts van die ouders om te kijken van hoe kunnen wij dat aanpakken, hoe kunnen we daar iets voor doen. Ja. Een volopvraag zou ook zijn hoe omgaan met het feit dat je als Parkinson hebt een evolutief karakter heeft en je steeds opnieuw wordt geconfronteerd met nieuw verlies. Ja. Ja. Dat is in veel van die beperkingen is dat zo. De meeste, ook dementie, dat schrijdt geleidelijk aan voort en je weet dat dat zal voortschrijden. En telkens weer daarom spreek ik ook, het gaat over leven met een levend verlies en een rouwproces dat geen einde kent. Je wordt telkens weer opnieuw
moet je telkens weer opnieuw dat proces doormaken. En die taken die stoppen niet. Die komen telkens weer opnieuw boven. Bij elke opflakkering, bij elke verergering, bij elk gebeuren in de samenleving dat je meemaakt, waar je van uitgesloten bent omwille van die beperking. Ja, heel interessant. Ja. En dan kreeg ik nog een... ja, naast alle lofbetuigingen... ja, het zijn er, ik kan ze niet voorlezen, maar het zijn er zeker heel veel. Ook nog een tip voor het boek. Dus ik had gezegd, voor dementie is er een tiny boek. En voor Parkinson is er blijkbaar ook een boek. De prinses met de geheimzinnige bieberziekte. Dus ik geef het maar mee aan de mensen die luisteren. Hè, misschien voor op kinder... ja. Dus ja, ik zou zeggen, professor Keijersen, super hartelijk bedankt voor deze boeiende lezing. En ja, misschien wil de voorzitter nog een woordje zeggen. Ik weet het niet. Ja. Ja, nee, ik denk dat alles gezegd geweest is. Hè. Ik wil eerst en vooral inderdaad zeker onze spreker Manu bedanken voor deze werkelijk schitterende lezing. Ik hoop dat iedereen er veel van bijgeleerd heeft. Ik alvast zeker. De mensen thuis wil ik hartelijk danken voor hun interesse in de wijze woorden van Manu. En ook in de interesse in de activiteiten van het Leuven Brain Instituut. Wij hopen u later op een van onze activiteiten opnieuw te mogen verwelkomen. En ik wens jullie allemaal nog een zeer fijne avond. Bedankt om aanwezig te zijn. Dag. Ja. Bedankt iedereen. Fijne avond.